Roland Alberg, ik zag je eerder van de training afgaan. Moeten we ons zorgen maken? Nee, zeker niet. Uit voorzorg ben ik naar binnen gegaan. Wat last van mijn enkel, maar morgen is zeker geen probleem. Dan ben je zeker blij dat je volgende week niet speelt, want dan kan het een klein beetje herstellen. Ja, klopt. De fysio zei al, nog één keer even gas geven en dan komende weken gewoon goed herstellen. En dan over 2 weken er weer tegenaan kunnen. Is het dan spelen met pijn? Ja, dat is afgelopen weken wel het geval geweest, ja. Ik heb met pijn getraind, pijn gespeeld. Maar ja, dat hoort bij voetballen. Kan je dan tijdens de training ook alles geven of speel je dan op 80%? Wat ik doe op het veld en wat ik doe op training, dat doe ik natuurlijk met volle 100%. En de fysio's en trainers denken mee daarin dus. Vorig jaar zijn er 3 clubs geweest die allebei de wedstrijden van Cambuur wisten te winnen. Twente, Feyenoord en ADO. Dat moeten jullie volgens mij een goed gevoel geven. En met veel vertrouwen kan je die kant op gaan. Ja, sowieso. De laatste weken gaat het wel aardig met ons. We zijn aardig begonnen aan het seizoen. En ik moet zeggen dat we ons goed voelen. En zoals wat jij zegt, wij gaan gewoon met een goed gevoel naar Leeuwarden toe. Ik heb zelf het gevoel dat de ondergrens bij jullie naar boven gekomen is. Sorry? Ik heb zelf het gevoel dat de ondergrens bij jullie naar boven gekomen is. Ja, ik moet zeggen, hoe ik erin zit is dat wij gewoon vanaf minuut 1 keihard werken eraan. En na 90 minuten met een mooi resultaat. En de laatste week is dat wel aardig. Feyenoord onverdiend verloren en daarna wel punten gepakt. Dat is wel mooi. Maar goed, dat deden jullie toch vorig jaar ook, neem ik aan? Ja, klopt. Ik moet zeggen, we hebben misschien... flow van vorig seizoen hebben we een beetje meegenomen naar dit seizoen. En hopelijk kunnen we dat heel lang volhouden. Er komt er deze week een speler bij, Timothy de Rijk. Hoe kijk jij er als aanvoerder naar? Ik heb hem een paar keer gezien, niet echt meegemaakt tijdens de trainingen. Want ik was eerder naar binnen. Maar hoe hij oogt gewoon fit, scherp, praat veel en zet mensen neer. Dat is heel belangrijk dus. Is het dan een gevoel dat de bank dan nog beter wordt? Want er gaat uiteindelijk iemand op de bank belanden. Of Timothy de Rijk of een centrale verdediger die nu achterin staat. Dat is niet aan mij om te bepalen. Ik kijk gewoon naar Timothy de Rijk, gewoon hoe die traint. Bij mij maakt hij gewoon een prima indruk. En concurrentie is goed voor iedereen en we worden er allemaal sterker van. Heb je het gevoel dat deze ploeg nog wat nodig heeft voor het sluiten van de transfermarkt? Nogmaals, dat is niet aan mij. Daar heb ik geen invloed op. Wat erbij komt erbij, wat niet erbij komt, prima. Ik denk dat wij nu wel een stabiele ploeg hebben die weet wat er moet gebeuren in de wedstrijden. Dat is het belangrijkste. Maar jij bent een aanvoerder, jij bent een spreekbuis, jij hebt toch ook een mening? Nee, het maakt mij in principe niet uit. Zo sta ik erin. En ik ben niet iemand die gaat zeggen, we moeten dit en dat. Nogmaals, we hebben ook laten zien dat we het met prima spelers die hier spelen, dat we het ook kunnen. Dus dat is alleen maar mooi.